Beste Zuid-Hollanders. Dear guests from abroad, I know there are some ambassadors, and I'm very honored that you're here, that you took the opportunity and that you accepted our invitation. It's very important to have these warm relations with you as the province of South Holland, one of the major provinces in this country. So thank you for coming. I've seen several ambassadors, so thank you. Welkom, beste Zuid-Hollanders. Ik ga al 35 jaar naar dezelfde plek in de kerst- en nieuwjaarsperiode. Zo ook dit jaar. Een klein, eenvoudig huisje uit de 19e eeuw in een gehucht op de grens met ons buurland België. En dan loop ik al 35 jaar, sinds ik mijn vrouw daar heb leren kennen, loop ik al 35 jaar hetzelfde rondje tussen de Zeeuwse klei en over het strand. Liefst met mijn vaste logeerhond. We dineren één of twee keer in hetzelfde vaste restaurant waar aan de menukaart in al die jaren niets is veranderd, waar ook nog kelners en obers rondlopen uit die begintijd. Het lukt mij om uit de stapel boeken die ik altijd meeneem één daarvan uit te lezen. Overigens is het summum van zo'n vakantie om met dat boek op schoot in slaap te vallen en even niks te moeten of te hoeven van een ander of van jezelf. Heerlijk. Ook een tijd om je gedachten te laten gaan en te constateren dat het leven goed is. En er alle reden is om tevreden te zijn. En dat woord tevreden, dat is een woord dat niet zo heel veel meer klinkt in deze tijd. Ook dus haast, er ligt haast een taboe op. Ben je helemaal gek? Ben jij tevreden? Eerder horen en lezen we over het tegendeel, over ontevredenheid. En dat is dan weer een eufemisme voor boosheid of soms zelfs woede. En we raken daar inmiddels zo aan gewend dat je er haast in zou gaan geloven dat we leven in een land waarvan alles mis is en mensen massaal ontevreden zijn. Wat mankeert er aan mij dat ik die ontevredenheid niet deel? En wat mankeert er aan al die mensen die ik op vele plaatsen ontmoet die zich, net als ik, niet in dat beeld herkennen? Ja, dat komt natuurlijk omdat je makkelijk praten, mooie baan. En het komt natuurlijk ook omdat je je alleen maar beweegt in je eigen bubbel, als lid van de zogenaamde elite. En de gewone mens niet meer spreekt en de wereld bekijkt door je eigen roze bril. Dat is een gemakkelijk en gratuit argument, passend in een frame van deze tijd. Ik ontmoet heel veel mensen in mijn rondgang door de provincie. Heel veel daarvan staan ook hier vandaag. Ik spreek met bestuurders, met gemeenteraadsleden en vele gewone burgers, waarvan ik er zelf trouwens ook een ben, die erin geloven en er met elkaar iets van willen maken. Mensen van goede wil, die hun schouders eronder zetten en niet wegzinken in een moeras van chagrijn of ontevredenheid. Niet vanuit een ontkenning van de vele en soms moeilijke vraagstukken, want dat is natuurlijk het gevaar als je dat woord gebruikt, van zie je dan niet wat er aan de hand is? Nee, natuurlijk wel. Dus niet vanuit een ontkenning van de vele en soms moeilijke vraagstukken die op ons bord liggen, maar vanuit de opdracht ermee aan de slag te gaan. Nou, die bubbel waar ik dan zogenaamd in zou leven, die is tamelijk groot. Zoals onlangs bleek in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, de sociale staat van Nederland 2017, waarin duidelijk werd dat 85% van de mensen in dit land zich gelukkig en welvarend noemt. Kom er maar eens om in deze tijd en in deze wereld. Het is een vergelijking met de stemming in de jaren 90 en nu. En wat blijkt, de Nederlander is een stuk stabieler dan eerder werd aangenomen. Het grote verschil zit niet in de mate van tevredenheid van de gewone burger, maar in de mate waarin politiek en media aandacht besteden aan de zorgen en angsten van mensen die er ook bestaan, maar in de berichtgeving veelal de boventoon zijn gaan voeren. Dat is een conclusie uit het rapport. Good news is no news en bad news is good news. Als nieuws koopbaar is, mensen, en slecht nieuws meer oplevert, dan moeten we niet gek opkijken dat die ontevredenheid en boosheid uiteindelijk groter lijkt dan ze in werkelijkheid is. Tevredenheid is een balans
die ondanks de tekorten doorslaat naar de positieve kant. Dus niet alles goed, dat vind ik overigens een stomme vraag, alles goed. Nee, natuurlijk niet. De meeste wel. Ik stel dan altijd de wedervraag, is bij jou alles goed? Dan weet u wat het antwoord is. Tevredenheid is dus niet het volmondig ja op de vraag, alles goed. Maar het is de balans die doorslaat naar het goede, omdat er voldoende is om tevreden over te zijn. En zo lees ik ook de uitkomst van het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. En wat zou het goed zijn, lieve mensen, als die uitkomst nou eens ons vertrekpunt zou zijn en dat we vanuit dat besef werken aan oplossingen voor zorgen en tekorten die er zijn. Want er is werk aan de winkel. Maar er gaat ook heel veel goed. En er zijn heel veel redenen om als land, provincie, samenleving tevreden te zijn. En er zijn ook heel veel mensen die deugen. Ik ben me bewust van het feit dat ik dit tegen de wind inroep. Maar het moet wel gezegd en het liefst ook gehoord worden. En ik vind ook dat het tijd is dat we dat met elkaar delen en dat we dat ook eens hardop zeggen. Dat is ook een vorm van moreel leiderschap. Ik hoor wat je zegt. Ik snap je klacht. Ik probeer er wat aan te doen. Maar mag ik je ook wijzen op de vele dingen die goed gaan? En misschien dat het jou ook helpt om de balans de andere kant op te slaan. En dit is geen ontkenning van grote zorgen die er in de samenleving zijn. Versta me niet verkeerd. Als ik kijk naar de ontwikkelingen in onze mooie provincie, dan zie ik dat veel werk in uitvoering is. Vorig jaar nam ik u nog mee door menig valley, campus, field lab en andere plekken waar gewerkt werd aan plannen en akkoorden, kortom door de velden van beloftes en vooruitzichten. En nu zien we zaken realiteit worden. Wie van Leiden naar Den Haag rijdt, ziet hoe er hard gewerkt wordt aan de Rijnlandroute. Het grootste project tot nu toe in de provincie. En de drijvende kracht achter dat enorme project is onze gedeputeerde Floor Vermeulen. Genomineerd, dames en heren, voor de verkiezing tot beste jonge bestuurder onder de 40. Nou, Floor, kan je melden dat het in elk geval binnen de provincie geldt. Maar ik ben hartstikke trots op je. En dat zijn we allemaal, want je doet het fantastisch. En ik wens je toe dat je als winnaar uit de bus komt, dan blijven we toch een beetje in de taal van je portefeuille. Wie de ontwikkelingen volgt op het gebied van energietransitie, ziet hoe plannen van de tekentafel komen en er werk gemaakt wordt van grote projecten als de warmterotonde. Op Goeree-Overflakkee werd het waterstofconvenant getekend door 28 partijen en het ziet er naar uit dat het innoverende project rond nieuwe energie van de grond komt. Belangrijk. Windenergie, dat blijft een beladen dossier, maar enkele weken geleden werd hier in de Staten na zorgvuldig debat en afweging een besluit genomen waarmee we verder kunnen. Ook op het woondossier worden vorderingen gemaakt en de recent gehouden campagne Slim Ruimtegebruik leverde een aantal goede suggesties op, komend uit de samenleving zelf. ESA ESTEC, ik noemde het eerder een parel van techniek en innovatie in onze provincie, staat volop in de belangstelling, ook van het nieuwe kabinet. Samen met Hans de Boer van VNO-NCW zijn we erin geslaagd om de blik op dat waardevolle instituut binnen onze provinciegrenzen te richten en verdere investeringen mogelijk te maken. In het verlengde daarvan werd kort geleden duidelijk dat het belangrijke onderzoeksinstituut ESRON, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek, haar voorkeur voor vestigingen in Zuid-Holland heeft uitgesproken, en wel voor Leiden en Delft. Een mooi resultaat van goede samenwerking tussen provincie, gemeente en universiteiten. Uitstekend. En een waardevolle aanvulling van het kansrijke space cluster hier binnen Zuid-Holland. We hebben het initiatief genomen om samen met het bedrijfsleven de gevolgen van de Brexit in kaart te brengen voor bedrijven en overheid in Zuid-Holland. Wat zijn de kansen en bedreigingen van deze betreurenswaardige stap? En hoe zorgen wij ervoor dat mogelijke schade wordt beperkt en kansen worden benut? Eén kans is inmiddels benut met het naar Nederland halen van de EMA, de European Medicines Agency, dat zich in Amsterdam zal vestigen, maar zeker ook spin-off zal hebben in de regio Leiden, Duin en Bollestreek. En onlangs was ik samen met mijn goede vriend Wu Ken, de Chinese ambassadeur in ons land, getuige van de ondertekening van een contract met een grote Chinese investeerder, de Yilan Group, op het gebied van ecologisch onderzoek. Het gevolg van een goede ontmoeting tijdens onze China-handelsmissie in juni van het afgelopen jaar. En last but not least
wordt samen met de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de Leidse regio en de Drechtsteden hard gewerkt aan de concretisering van het grote investeringsproject traject dat in juli 2016 aan de minister-president is overhandigd. Ik ben verheugd, echt verheugd over de vorderingen die we maken en de goede verstandhoudingen tussen de RMDH, de regio's en de provincie. Zo moet het ook. Wij weten elkaar te vinden en ook waar nodig aan te spreken. En ik spreek de hoop uit dat we ook op die weg samen verder kunnen. Ik verwacht het ook. En ik benadruk nogmaals dat wij een gezamenlijke opdracht hebben hier in deze provincie om de kansen in Zuid-Holland optimaal te benutten. Ik ben blij met de uitkomsten van het in het afgelopen jaar gehouden reputatieonderzoek, waaruit blijkt dat velen een verandering van houding en opstelling zien van de provincie. Dat doet mij deugd. Dat laatste vanuit het besef dat onze samenleving zich steeds minder laat organiseren langs starre organisatielijnen, maar steeds meer in netwerken tot oplossingen komt waarbij ook de provincie haar bevoegdheden kan inbrengen en waar nodig moet en kan laten gelden. We weten elkaar ook daar te vinden. Een compliment aan het ambtelijk apparaat dat zich steeds meer bewust wordt van de noodzaak tot een meer integrale benadering van vraagstukken en meer naar buiten gaat om samen met het veld een oplossing voor vraagstukken te zoeken. De verandering binnen het apparaat is de laatste jaren ingezet en aangevoerd door onze provinciesecretaris Jan-Herman de Baas. Waar staat hij? Is hij al weg? Nee. Ja, want die gaat weg. En die gaat weg, hij staat daar. En dat is een verlies, echt een verlies, maar het gevolg van een zeer te respecteren besluit van Jan-Herman zelf. En we zien hem met leden ogen vertrekken en zijn ervan overtuigd dat wat hij gezaaid heeft niet op dorre of rotsachtige grond is neergekomen. We gaan nog uitgebreid afscheid van hem nemen met nog meer lovende woorden. Tot slot wil ik stilstaan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart. In de komende periode zullen de tegenstellingen in onze samenleving weer worden uitvergroot. Koop je waar bij mij, want mijn buurman verkoopt rotzooi en het eind der tijden is nabij. Het is de manier waarop velen de kiezer willen overtuigen van hun gelijk. En het menu waaruit gekozen wordt, kan worden, wordt steeds ruimer en de keuzes dus moeilijker. De politieke markt biedt een uitdijende rij aan kramen met kieswaar. Hoewel nu ook duidelijk wordt dat voor sommige kramen, verdeeld over verschillende partijen, dat voor sommige kramen geen of onvoldoende personeel kan worden gevonden. En voor de kiezer komt het erop aan de geesten goed te onderscheiden. Zich goed te verdiepen in de beloftes die gedaan worden en bovenal niet een klein eigen belang voorop te stellen, maar een groter en gezamenlijk belang, zodat de bubbel van tevreden mensen nog groter kan worden. Er wordt veel gesproken over ondermijning. Vaak gaat het dan over de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld en infiltratie in bestuur en politiek. Waar dat gebeurt, komen onze democratie en rechtsstaat in ernstig gevaar. Maar bij het woord ondermijning wil ik wat langer stil blijven staan en het even wat ruimer trekken dan het onderwerp dat ik net noemde. Die vermenging van onderwereld en bovenwereld is niet de enige manier waarop onze democratische rechtsstaat wordt ondermijnd en bedreigd. Dat gebeurt ook op minder duidelijke, sluipende, subtiele manier, maar daarmee niet minder gevaarlijk. De belangstelling voor raadswerk lijkt af te nemen en in sommige gemeenten zijn partijen niet in staat deel te nemen aan de verkiezingen bij gebrek aan geschikte kandidaten. Sommigen wijten dat aan een te lage vergoeding. Dat kan, maar ik denk niet dat dat de hoofdoorzaak is. De meeste mensen in raad en op statenwerk doen dat niet voor het geld, maar eerder voor de voldoening. En vanuit het besef dat democratie een hoog goed is, dat niet vanzelfsprekend is, dat onderhoud en inzet vraagt. En ze vragen niet een hogere vergoeding, maar misschien eerder wat meer respect en eerbied dan euro's voor hun inspanningen. En met het respect en eerbied voor het ambt is hier en daar wat aan de hand. Hoe wordt dat politieke spel gespeeld? Zien we dan een ordentelijk debat dat gaat over inhoud en een duidelijke keuze die wordt gemaakt?
wordt niet constant op man of vrouw gespeeld, maar op de bal? Snappen we zelf nog dat politiek en besturen bestaan bij de gratie van de bereidheid om tot een weloverwogen compromis te komen, dat het dus geen schande is als je niet met 100% thuiskomt? En snappen we nog dat democratie niet de dictatuur van de helft plus één is, maar dat het een mandaat aan de meerderheid is om met inachtneming van de belangen van de minderheid de juiste keuzes te maken? En zijn we nog goed in staat om naar elkaar te luisteren? En je ook te laten, willen laten overtuigen door de ander als hij een beter idee heeft? Of gaat het om platte macht van het getal dat interesse voor de andersdenkende in de kiem smoort? Hoe wordt over politiek gesproken en geschreven? En ook welke rol spelen media daarin? En hoe hanteren we de sociale media? Een democratische rechtsstaat als de onze is gebaseerd op een aantal belangrijke pijlers. Eén daarvan is integer en betrouwbaar openbaar bestuur. Daar moeten dus mensen zitten en staan die staan voor de goede zaak en zelf geen loopje met de waarheid nemen. Dat hoeven geen heiligen te zijn, maar stevige en betrouwbare mensen. Een andere belangrijke pijler is de pers. De vrije pers die de vrijheid moet hebben om bestuur en politiek kritisch te volgen. Maar als dat in sommige gevallen doorslaat in de snelle journalistiek die er a priori van uitgaat dat bestuurder of politicus niet deugt, dan maakt ze stemming in plaats van dat ze informatie geeft op basis waarvan ik als burger mijn oordeel kan vormen. Ik las er laatst een mooi voorbeeld van, waarvan wat ik bedoel. Een bestuurder vertrekt en velen betreuren zijn of haar vertrek. En zijn uitermate tevreden over wat die persoon bereikt heeft. Eén persoon die geen kans onbenut laat om zijn kritiek te uiten, twittert dat er niks bereikt is en dat wordt de kop van het artikel. Degene die de kop leest denkt, zie je wel, allemaal één pot nat. En degene die het artikel leest denkt, zo, dat is een goeie, dat heb ik altijd al gezien. Waarom nou die kop? Waarom? Zoals ik mezelf als bestuurder bewust moet zijn van mijn grote verantwoordelijkheid in het bewaren en bewaken van de democratische rechtsstaat, zo geldt het ook voor die andere belangrijke pijler, de vrije pers. En daar zijn we blij mee. Dat is een groot goed. Ik begon optimistisch, maar eindig met een zorg of liever een oproep. We leven in een tijd waarin veel op het spel staat, waarin vele krachten in de samenleving spelen die de gemoederen hevig in beroering brengen. Waarin veel verandert en waarin veel van ons aanpassingsvermogen wordt gevraagd. Daar horen als vanzelf pittige en heftige discussies bij over wie wij zijn en waar we vandaan komen en welke keuzes we moeten gaan maken. Dat vraagt om zorgvuldigheid en respect voor de ander vanuit de overtuiging dat het volk niet bestaat uit één mening of opvatting en niemand van ons die claim kan en mag leggen. Eigenaardige, dat zie je ook in het aantal partijen overigens. Het eigenaardige van het volk is nu juist dat er verschillende opvattingen zijn en verschillende stromingen zijn en belangen. En dat de kunst binnen een democratische rechtsstaat als de onze is om die verschillen, om uit die verschillen een goed compromis te vinden. Dat niet leidt tot volmaaktheid, alles goed, 100%. Dat niet leidt tot volmaaktheid, maar tot tevredenheid. En daarmee zijn we weer terug aan het begin van mijn verhaal. Ik wens u allen een goed 2018 en laten we er met elkaar in blijven geloven en er iets van maken. Dank u wel.